heb ik hele rijpe bananen. Dus ik dacht, laten we lekker pannenkoeken maken voor de kleine meid. Wat heb je nodig? Havermout, nog een lepel bloem, bakpoeder, wat vanille-extract en een blender. Ja. Eerst gaan we even dit helemaal fijn malen, totdat je een soort van meel hebt. Dat is de basis. Ik wil dit dus op mij zitten. Jij mag hier zitten. Kom maar. Op mijn benen zitten. Oké, dan ziet het er zo uit. Ga ik ook doen. En dan doen we even de lepel. Bloem erbij. Ja, jij mag zo, schat. Momentje, één momentje. Mama pakt het even. Even wachten. Mama zal hem pakken. En die geeft hem aan jou. En dan mag het hierin. Goed zo. Deze mag hierin. Nee, met je hand, schat. Met een lepel gaat het niet werken. Pak maar een stukje. Goed zo. En nog meer? Ja. Dit mag erin. Doe maar. Je hebt ook één ei nodig trouwens, dat was ik even vergeten. Dus doen we zo. Mag jij deze erin doen? Een heel klein beetje, goed, want dit is heel sterk. Oh, mama krijgt hem niet eens open. Ja, mama gaat je helpen, want dit is heel sterk van smaak. Ja. Zo. Deksel erop. En dan gaan we shaken. Dan doen we nog een scheutje melk. Oh nee! Oh nee, er is niks aan de hand hoor, schat. Ik heb deze bosvruchtenmix, die ga ik er nog ook doorheen doen. Ja, jij mag ook helpen, schat. Even kijken. Mama doet even de eerste, oké? Okay? Dus die doen we even zo. Een beetje erin. Mama gaat even proberen te flippen. Yay! Yay! Dat is toch grappig? Dit zijn er al drie. En dit is nummer 4. En ik heb er wat banaantjes bij gedaan. En dan kunnen we zo aan tafel. En deze twee zijn met een stuiterbal bezig ondertussen. Lekker zeg. Mooi uitzicht. Lekker honing. Zo, mama jou aanschuiven. Zo. Eet smakelijk, liefie. Mag ik eten? Tuurlijk mag je dat eten. Hij is zo heet. Ja, het is wel een beetje heet. Dus wel goed blazen, oké, lieverd? We zijn nog niet klaar. Want deze man wil het ook. Tuurlijk, hè? Dankjewel. Ik had weer even nieuwe kledinghangers nodig. Deze zijn van de prenatal en die hadden we al. Dus die ga ik even in de kast ophangen. Zo, dat is beter. Dan kunnen we weer wat dingetjes hangen. Lekker zeg. Wat gaan we doen? Mag ik jouw sausje? Ik heb geen sausje, schat. Dan. Hallo, mag ik mijn bord terug? Kleine pikkenboef. Ik word gewoon bestolen hier. Het is weer tijd om Noor haar bedje te verschonen. Dus laten we dat even doen. En ik dacht, laten we ook bijkletsen. Want ik krijg heel veel leuke berichten van jullie en leuke reacties. Waarin mensen zeggen van... Ja, ik herken mezelf heel erg in het feit dat je bezig bent met het huishouden zoveel. En je bent gewoon lekker normaal en simpel. En nou is simpel niet echt iets wat je graag als compliment hoort. Maar in deze context vind ik dat echt wel een hartstikke leuk compliment. Want ik ben ook gewoon echt hartstikke simpel qua... Nou ja, niet een simpel mens, maar meer van, hè, het hoeft allemaal niet te veel poespas van mij. En het mag gewoon lekker normaal allemaal. Gewoon lekker nuchter, hè, zoals ze dat noemen. En ik woon ook
in Noord-Holland. Dus ja, ik noem het altijd de Noord-Hollandse nuchterheid. Of nou ja, überhaupt gewoon de nuchterheid die ze, hè, die we hier in Nederland hebben. Maar ja, superleuk dus dat, dat mensen dat zeggen. Oh jeetje. Want ja, het hoort ook gewoon bij het leven. Het huishouden en alles. En als moeder ben je daar ook hartstikke druk mee. Alle ballen hoog houden. Etcetera. Maar goed, ik doe het natuurlijk met alle liefde voor mijn kleine meid en voor mijn gezin. Dus dat. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie lieve berichtjes. Ik vind het super leuk. Ik lees ze ook echt allemaal. Probeer ook altijd te reageren. Als dat niet lukt, dan mijn excuses. Maar ik heb ze zeker allemaal gezien. Oh, verkeerstenom. Dit is eigenlijk ook echt een klus wat ik helemaal niet leuk vind. Ik vind het echt een pokkenklus. Maar als het dan eenmaal gedaan is, ben ik wel altijd blij. Ik probeer het één keer in de week te doen. Ons bed, Noorderbed. En dan hebben we allemaal weer lekker een fris en schoon bedje. Verder nog even een kleine update over mijn tentamen van laatst. Want ik had al in een vlog laten weten dat die echt super, 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 super slecht ging. En ik heb nou dus een cijfer terug. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar echt, het is schandalig. Ik heb een 2,7. Verschrikkelijk, ik weet het. Ondanks dat ik echt bijna niks wist. En heel veel leeg heb gelaten. Heb ik toch een 2,7 kunnen weten te krijgen. Dus nee, dat is natuurlijk schandalig. Maar ik hoop dus nog steeds dat ik een hertentamen mag doen aankomend schooljaar. Zodat ik dus niet een heel half jaar nog naar school moet. Dat had ik al eerder verteld in een andere vlog. Maar dat is even afwachten. Ik hoop gewoon echt dat ik dat hertentamen mag doen. Want naast het afronden van dat hertentamen hoef ik alleen nog mijn scriptie af te maken en in te leveren. En dan ben ik afgestudeerd. Woehoe! Dus nou, hopen dat we dat snel voor elkaar kunnen krijgen. Sowieso is mijn deadline voor het inleveren van mijn scriptie 6 augustus. Dus een kleine 3 weken, denk ik. Dus ja, daar ben ik hartstikke druk mee. Maar als het goed is, is alles dus binnenkort achter de rug. Zo, bedje weer lekker schoon. Het is 6:10. En iedereen slaapt nog. Ik ga lekker sporten. Beetje vroeg en vandaag heb ik ook een klein beetje moeite. Maar we zijn toch weer opgestaan. Let's go. Ik eet altijd overnight oats in de ochtend als ik zo vroeg sport. Maar ik moet echt even haasten. Anders kom ik te laat. Zo, ik heb het sporten weer overleefd en nu ben ik even het vuilnis aan het weggooien. Want wij hebben buiten zo'n ondergrondse container.
Dus dat ga ik even doen. Daar moet ik elke keer heen lopen. Wel vervelend, maar ook wel weer handig. Kijk dan hoe mooi dit is. Even een momentje genieten hoor. Ik ga mezelf klaarmaken voor de werkdag. Even een ontbijtje maken. En dan ga ik de kleine meid wakker maken. Maar gisteren viel zij pas rond 22:00 s'avonds in slaap. Want gistermiddag was zij even met Bas naar het winkelcentrum. En toen is zij in de auto in slaap gevallen. En in de middag. En normaal doet zij geen middagdutje meer. Maar goed, ze was nu dus blijkbaar zo moe dat ze het even nodig had. Dus Bas dacht, nou, ik laat haar wel even liggen. Maar wat gebeurt er dan? Dan is het in de avond altijd één groot feest. Want dan slaapt zij dus niet snel of nou ja, makkelijk. En nou, dat was dus inderdaad het geval. Want 8:00 op bed gelegd. En echt 2-3 keer schreeuwen en vragen om mama en om papa. En elke keer, wil je een boekje voorlezen? Wil je me nog even aaien? Dus echt allerlei smoesjes uit de kast trekken, zodat ze niet hoefde te slapen. En ze zei ook gewoon echt letterlijk, ik wil niet slapen. Dus nou, 10:00 in slaap gevallen. En dan moet ik haar zo meteen wakker maken. Dus dat betekent dat ik zo meteen een heel chagrijnig kind heb. Want ze is natuurlijk hartstikke moe. En ze moet naar de opvang. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen zo. Hey. Nou, ik had weliswaar een vrolijk kind, dus ik ben helemaal happy. Ik ben onderweg naar werk en het is vandaag lekker weer. Geniet ervan, zou ik zeggen, jongens. Het zonnetje schijnt weer eindelijk, woehoe. Dus ik kan weer iets van zomerkleding aan. En dit setje heb ik gekregen van Shein. Ja, die kreukels. Sorry, maar ik haat strijken. Dus ik doe het ook gewoon lekker niet. Ik heb er geen zin in, geen kracht voor. Ik kan het gewoon niet, dus weet je, het is goed zo. Het interesseert me ook eigenlijk vrij weinig. Maar dit setje heb ik dus gekregen van Shein. En een kleine reminder dat je nog steeds 15% korting krijgt met mijn code. Speciale code. Zet ik hier even boven in beeld. Ik verdien er niks mee. Echt geen cent. Het is gewoon meer voor jullie. Zodat jullie daar 15% korting mee kunnen krijgen. Dit is de achterkant van het shirt. En daarbij heb ik een denim rok aan. Zien jullie dit? Ja, ongeveer toch? Wacht, ik doe hem even een standje lager. Dit is denk ik beter. Zo, best wel een lange rok tot over de knieën. En dit is dus de achterkant. Nou, oké. Wat ga ik doen? Het huis is echt ontploft. Echt, ik durf het bijna niet te laten zien. Ja, ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Mijn man is niet aan toegekomen. We zijn gewoon zo druk geweest. Ik met mijn scriptie, et cetera. Hij met zijn voetbal en sport en weet ik het allemaal. En kijk dan, oh, de keuken. Oké, ik laat even heel kort zien wat de situatie is hier. De keuken, nog van gisteravond. Pannen, bestek, et cetera. Dat moeten we aanpakken. Deze sporttas en ja, wat is het? Een kladblok en weet ik het allemaal. Het keukentje van Noor. Wat doorgaat naar de bank. En dan hebben we deze verschrikkelijke hoek nog. Oké, waar ga ik beginnen? Deze spray van de Action. Die moet je hebben. Ruikt zo lekker.
Trouwens, nog een mededeling. Dit ding ruikt echt super lekker. Het is een vaatwasverfrisser van de Kruidvat. En ruikt echt heel lekker. Dit is hem. Hij was denk ik een euro en zoveel cent. En hij doet echt heel goed wat hij moet doen. Zo, schone keuken en doel 1 is gedaan. Nu even wat eten, anders val ik om. Het is alweer een tijdje geleden. Dit zijn 2 crackers met avocado en 2 gekookte eitjes. Weet je, het is ook echt weer de tijd van dit jaar dat je overal die vieze spinnenwebben hebt. Dus die probeer ik ook weg te halen. Jongens, dit is mijn outfit van vandaag. Het is super lekker weer, dus ik heb mijn zonnebril op. En ik neem jullie mee op pad vandaag naar een foodfestival. Lekker, want ik heb trek, lekker eten en genieten van het zonnetje. Dankjewel. Word je een vlindertje? Of een bloemetje? Nee, vlinder, papa. Oh. Heel mooi hoor. Zijn we lekker aan het wandelen? Wat is het warm, hè? Lekker hoor. We gaan even naar de bakken, toch, schat? Wat lekkers halen. Bakker is dicht. Ja. Dat moeten we nog zien. Volgens mij is hij open. Kijk, de bakker is gewoon open, schat. Ja. Ja, ja. Lekkere kaasstengel gehaald. Is lekker, schat. Ja. Lekker langs de bakker geweest. 1 keer in de zoveel tijd doen we dat gezellig, hè, Moppie? Ja. Ben je mooi? We moeten in een vaasje. Kijk eens wat lief, heb ik van Basie gekregen. Ja! waarom ook alweer? Omdat ik nu officieel YouTube-partner ben. Woehoe! Die is voor jou. Ik heb... Noor is jaloers, die wil hem ook vasthouden. Nee, deze heb ik dus gekregen van Bas, super lief. Omdat ik officieel YouTube-partner ben, dus woehoe! Een hele mijlpaal in mijn YouTube-carrière. Nee hoor. Nou jongens, ik ga hierbij ook mijn vlog afsluiten. Want wij gaan gewoon lekker gezellig genieten van het weer met z'n drietjes. En dan staat morgen dit filmpje online. Die is mooi. Tot de volgende.